Tijd om naar de keynote te gaan. We gaan luisteren naar een keynote van Fleur Jongepier. En dan zoek ik haar op en dan kom ik heel veel tegen. En een van de meest interessante dingen die ik tegenkom is de titel Universitair Docent Interdisciplinary Hub for Digitalization in Society. En dan ga ik naar de Twitterpagina en dan staat er gewoon allround filosoof Fleur Jongepier. Dankjewel, veel dank. En wat leuk om hier vandaag te mogen zijn. En wat mooi ook dat er expliciet ruimte is voor ethiek als afsluiter vandaag. Terwijl mijn lezing in een notendop eigenlijk gaat zijn, je hoeft geen ethicus uit te nodigen als je wilt nadenken over waarden in het onderwijs. Dat leek me nogal een korte lezing, dus ik ga het iets langer de tijd nemen. Maar in essentie geloof ik als ethicus, al dan niet in de Ivoren Toren, bij mij valt het nog wel mee, er eigenlijk in dat de echte ethiek bedreven wordt door mensen die het doen, door de professionals, door jullie. Ik wil daarom graag beginnen met een vraag aan jullie, en wel eens met een mentimeter. Puur hypothetisch. Dus jullie weten hoe dit werkt en waarschijnlijk is het al gelijk ontzettend uitsluitend wat ik hier heb gedaan, omdat er een aantal mensen waarschijnlijk niet op menti.com terechtkomen en ontzettend immoreel van mij als ethicus, niettemin. Probeer deze vraag te beantwoorden. Stel, u woont een keynote lezing bij op een conferentie. Het zou je maar gebeuren. Wat is dan wenselijker, zonder dat je verder nog informatie hebt over de details? Een fysieke lezing of een digitale lezing? En u mag nu stemmen. Mocht de code niet goed te lezen zijn, die is 7128116. Echt? Dat is heel gek. Heerlijk. Als de digitale middelen met je meewerken. Oké, skip die vraag. Als je wil, vul dan ondertussen die andere vraag in die ik last minute uit de presentatie heb gehaald. Maar daar hebben we dan nog steeds wel wat aan waarschijnlijk. Maar deze werkt niet, helaas. Geef niet. Mijn vermoeden is namelijk dat jullie met z'n allen over het algemeen zullen stemmen voor een fysieke lezing. En ik denk ook, we zijn hier met z'n allen in vlees en bloed. Dat is heel erg prettig. En dat heeft een hoop voordelen. Een aantal pro's van analoog of fysieke lezingen of onderwijs. En er zijn er een heleboel. Lichaamstaal, informaliteit, een echt gesprek wordt vaak genoemd. Betere concentratie, voor velen ook een meer vertrouwde of zelfs meer veilige omgeving. Het is vaak ook socialer, misschien wat laagdrempeliger en minder vermoeiend. Maar stel nu, en er is geen mentimeter, dus maak je geen zorgen. U woont een keynote lezing bij en de spreker heeft 's ochtends corona gerelateerde klachten. Wie kiest nu? De personen die net zeiden fysiek, of dachten fysiek. Wie kiest er nu toch voor de livestream optie? Een heleboel mensen. Veruit de meeste mensen. We gaan er nog één doen. We gaan eerst kijken naar de pro's van digitaal die jullie niet konden invullen. Bijvoorbeeld, het is gelijkwaardiger. Dat is iets wat vaak genoemd wordt. Dus door digitale middelen kun je misschien een bepaalde gelijkwaardigheid creëren. Het is waarschijnlijk efficiënter. Het is misschien vriendelijker voor het milieu, omdat minder mensen hoeven te reizen. Betere toegankelijkheid, afhankelijk van over wie we het hebben. Misschien is het inclusiever, goedkoper wellicht, hangt er vanaf. Anoniemer, veiliger is iets wat soms genoemd wordt. Dus er zijn een heleboel voordelen, maar laten we eens kijken naar deze. Dus stel u woont, wederom, er zijn er zoveel die keynote lezingen, een keynote lezing bij. En dit keer is de spreker kiplekker, gelukkig. Maar veel deelnemers hebben niet de technische middelen of vaardigheden om de lezing online te volgen. Nu trekken we misschien toch weer naar die fysieke kant. Dus we gaan van online toch naar offline. En dan maken we hem weer anders. Stel, u woont een keylezing bij en de spreker is nog steeds kiplekker. Maar veel deelnemers moeten uit verre uithoeken komen en velen zullen moeten vliegen. Nou, dat pleit er dan toch weer voor om te gaan trekken aan die digitale online kant. Stel, dit is wat een ethicus graag doet, die bedenkt dan allerlei situaties. Dit is heel reëel. Er zijn veel studenten in het onderwijs die zeggen, ik bespaar liever geld voor de trein en daarom wil ik online onderwijs volgen. Ik heb veel van dat soort studenten. Ik heb ook studenten en die zijn autistisch en die zeggen, ik heb een voorkeur voor online onderwijs. Of ze hebben overlappende vakken.
Of ze hebben een migraineaanval 's morgens. Of ze hebben zorgtaken. Of ze hebben een fysieke beperking of een handicap en willen daarom online onderwijs volgen. Aan de andere kant hebben we ook deze studenten. Die zich niet goed kunnen concentreren op Zoom of een dergelijk platform. Ze hebben geen goed werkende laptop of een slecht werkend internet en willen daarom liever fysiek onderwijs. Ze zijn misschien sociaal geïsoleerd door de pandemie en willen eindelijk medestudenten in vlees en bloed blijven ontmoeten. Ze hebben misschien geen rustige studieomgeving en willen daarom fysiek onderwijs. Er zijn ontzettend veel spanningen tussen verschillende waarden als het gaat om onderwijs. En je kan daar wel eens ontzettende paniek van krijgen. Wat moet ik nou doen? Welke keuzes moet ik nou hierin maken? Hoe moet ik mij verhouden tussen al die verschillende waarden die hier eigenlijk aan mij lopen te trekken? Dus hoe moet je navigeren tussen dit veld, en dit is eigenlijk nog maar een heel klein stukje van het grote veld waarin we ons begeven. Ik heb het bijvoorbeeld nog niet eens gehad over alle spanningen wanneer we het hebben over open learning of over proctoring of over virtual reality in het onderwijs. Of hoe het voelt als docent om les te geven tegen een hoop zwarte schermen. Over hoe we moeten omgaan met studiedata en privacy, over cybersecurity van onderwijsinstellingen, over gratis onderwijsdiensten die stiekem vaak toch niet gratis zijn, maar andere kosten hebben. En om het nog even iets erger te maken, dit is niet heel opbeurend, hè? Maar dan hebben we het nog niet eens gehad over alle grote filosofische concepten die hier aan ten grondslag liggen. Namelijk autonomie, rechtvaardigheid, gelijkheid, transparantie, democratie, zelfkennis, verdiensten, vertrouwen en betrouwbaarheid, privacy, macht en privilege, mensenrechten en consent. En het lijstje is nog niet eens af. Dit leidt ertoe dat veel mensen, en ook ikzelf als docent trouwens, soms denk, oh mijn god, het juiste doen in het onderwijs in digitale tijden is eigenlijk onmogelijk. En er zijn een aantal veel voorkomende soort van reflexen en struikelblokken om eigenlijk ethiek leuk te vinden of ethiek goed door te voeren in je, nou ja, in je werk. Eentje is de gedachte ethiek, daar hebben we toch ethici voor. Kun je toch aan het eind van de conferentie even een ethicus inhuren die dan een praatje houdt. Uitbesteden noemen we dat. Twee, dit is de taak van overheidsreguleren van big tech. De professional is echt onmachtig. Noem ik de Calimero-reflex. We moeten eerst abstraheren, algemeniseren en conceptualiseren. Dat is soms ook een best begrijpelijke eerste reactie van ja, al die kleine details moeten eerst maar eens weten wat rechtvaardigheid is. Dat noem ik de theoretische kramp. Er is ook nog de gedachte ethiek. Ja, alles is perspectief, het hangt er maar vanaf hoe je er naar kijkt. Vaak komt het ook met zo'n intonatie als ik dat hoor bij studenten. Relativisme, alles is relatief. Al deze reflexen en struikelblokken kun je tegenkomen en veel daarvan zijn legitiem. Dus in veel situaties zijn dit soort gedachten volgens mij echt begrijpelijk en legitiem. Maar we hoeven ze niet altijd te blijven opvolgen. En er is meer mogelijk om aan deze, om deze reflexen een antwoord op te geven dan we in eerste instantie denken. Dit zijn mijn antwoorden. Dit is een soort van eerste poging. Als antwoord op de we moeten het maar uitbesteden reflex ga ik zeggen, ik loop er zo meteen doorheen, we doen allemaal al aan ethiek. Je kunt het niet uitbesteden. Tweede, Calimero-reflex, overheid, big tech, zij moeten het maar doen. Hoeft niet, er is ook zoiets als een twee sporen ethiek. Ga ik zo op in. Als antwoord op de theoretische kramp zou ik willen zeggen, we hebben een vleugje antitheorie nodig. En tot slot, als antwoord op de vraag, alles is relatief. Misschien kunnen we daar ook iets positiefs uithalen. Dus misschien kunnen we ook kijken wat de waarde is om naar verschillende perspectieven te kijken wanneer het gaat over de meerwaarde en ook de problemen van digitalisering in het onderwijs. De eerste, je doet al ethiek. We maken allemaal voortdurend keuzes tussen gaan we voor efficiëntie of gaan we voor transparantie of gaan we voor inclusiviteit of iets anders. Dit doen we al. We maken allemaal al die keuzes en die keuzes zijn morele keuzes. Het betekent dat sommige studenten beter onderwijs kunnen genieten dan andere studenten. Doen we al. De vraag is alleen of we het impliciet doen of ook expliciet kunnen doen. Dus de vraag is eigenlijk in hoeverre we hier een gesprek over aan het voeren zijn, ofwel expliciet met anderen of met onszelf. Stellen we onszelf bepaalde vragen over de keuzes die we maken, welke tools we ontwikkelen, welke tools we gebruiken, welke tools we misschien willen opleggen aan docenten. Van maak even een beetje vaart om jouw onderwijs verder te digitaliseren. Het kost je niet heel veel tijd om het onderwijs voor een grote groep studenten net wat beter te maken. Dus elke
professional, elke docent in ieder geval, dus dat is het perspectief dat ik goed ken, is prima zelf in staat om na te denken over de allerlei impliciete waarden waar hij of zij mee te maken heeft. Met alle morele keuzes die eigenlijk moeten worden gemaakt. Dus eigenlijk zou ik zeggen, ethiek is veel te belangrijk om het uit te besteden aan de ethicus. Je hoeft daar geen filosofie of ethiek voor gestudeerd te hebben. Twee sporen ethiek. Het klopt natuurlijk dat wij met z'n allen redelijk onmachtig zijn. Dus als, net als bij mij, Microsoft wordt uitgerold over de hele universiteit, kan ik niet zo heel veel als klein filosoofje. Toch is het mogelijk om aan de ene kant na te denken over de ideale wereld, zoals je hem graag zou willen zien, maar ook na te denken over de echte wereld en wat je daarbinnen kunt doen, wat je bewegingsruimte is. En in andere woorden, je kunt tegelijkertijd radicale kritiek uiten op de toenemende macht en de oncontroleerbaarheid van big tech bijvoorbeeld. En aan de andere kant kijken naar kleine verbeteringen. Dus hoe kun je dan toch ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van studenten beter wordt of dat de kosten beperkt zijn. En ik denk niet dat dat hypocriet of inconsistent is. Dus als je een filosoof tegenkomt, zal hij dat vrij snel zeggen. Ja, maar dat is inconsequent. Je kan niet en dit en dit. Waarom niet? Je kan het prima allebei doen. Want de ideale wereld die gaat er niet 1, 2, 3 komen. Dus dan kunnen we maar beter met z'n allen proberen die kleine stapjes te zetten. Een vleug antitheorie. Heel begrijpelijke reactie is, ja, maar we moeten dus eerst weten wat rechtvaardigheid is. We moeten eerst heel goed weten wat autonomie is. En dan moeten we eerst John Rawls gaan lezen en dan Immanuel Kant. En doen bachelor filosofie en dan nog een master. En dan doe je eigenlijk totaal niet meer wat je aan het doen was. Is niet haalbaar. Maar belangrijker nog, het is vaak ook helemaal niet nodig. Dus we hebben allemaal, denk ik, als mens best een besef, als we even ons best daarvoor doen, om na te denken wat rechtvaardigheid is of wat autonomie is. Je kunt daar inderdaad helemaal de details van gaan uitwerken, maar in veel concrete contexten waarin je werkt is dat helemaal niet nodig. In de filosofie is een mooi onderscheid, dat is het enige jargon wat ik hier wil gebruiken, is het onderscheid tussen principalisme aan de ene kant en particularisme aan de andere kant. Het is eigenlijk heel simpel. Principalisme gaat ervan uit dat algemene principes het belangrijkste zijn en leidend zijn en dat je ze nodig hebt om een keuze te maken. Ook een morele keuze, al is het maar een kleine morele keuze over digitalisering in het onderwijs en hoe je je onderwijs vormgeeft, wie je uitsluit, wie je meeneemt, wie je helpt, wie je een beetje tegenwerkt. Eerst maar eens naar die grote principes. Je hebt aan de andere kant ook zoiets als particularisme. En die zegt eigenlijk, vergeet even al die grote principes, laten we kijken naar de particularia. Laten we een casus nemen en laten we daar met z'n allen over nadenken. En dat kunnen we allemaal zonder dat we Immanuel Kant eerst moeten lezen. Dus maak je niet al te veel zorgen als je denkt, oeh, maar ik weet eigenlijk niet wat dat is. Heb je waarschijnlijk ook niet nodig. Dus morele theorie kan helpen. En ik zeg dit soort dingen allemaal, ik mag het waarschijnlijk kan het beter niet tegen mijn collega's zeggen, maar het is toch wat ik vind. Morele theorie kan heel erg helpen en is tot op zekere hoogte voor sommige professionals nodig om te doen, om dat waardeveld te schetsen. Maar niet voor iedereen. Dus niet iedereen hoeft hetzelfde werk daar te doen. Dus soms kan morele theorie en conceptuele verheldering helpen, soms maakt het geen verschil en soms kan het je echt lam leggen. Dus als je ervaart, nou het legt mij lam, word dan een particularist en ga met collega's sparren over die concrete casus. Helemaal prima. Dan de waarde van perspectivisme als antwoord op relativisme. Wat je vaak tegenkomt in de ethiek zijn morele dilemma's. Dus dat is er één. En bij morele dilemma's is er vaak geen moreel juist antwoord. Dus een voorbeeld daarvan, denk ik, is de vrij pijnlijke situatie op de intensive care in Nederland en de keuzes die we daar moesten maken, de ethische keuzes, wie krijgt er voorrang op de intensive care en zouden jongeren voorrang moeten krijgen op de intensive care. En het lijkt in dat soort debatten en dat soort dilemma's kom je natuurlijk in meerdere contexten tegen, er is een juist antwoord, we moeten alleen nog zien te achterhalen wat het juiste antwoord is. Maar in heel veel situaties is er simpelweg sprake van tragiek. Dus als je tussen twee kwaden moet kiezen en twee onmogelijke keuzes moet maken, is niet één van die twee keuzes de beste morele keuzes. Waar we vervolgens dan moeten denken, oh wat goed dat jij die keuze hebt gemaakt. Het is eigenlijk gewoon een totaal andere situatie die eigenlijk op de grens zit van wat de ethiek überhaupt is. Dat is één situatie, is tragiek. De andere situatie die eigenlijk interessanter is voor deze context, is een situatie waarbij je eigenlijk niet kan voorspellen en met geen mogelijkheid kan zeggen of de keuze die je maakt uiteindelijk de goede keuze is
vanwege onvoorspelbaarheid. En dat is denk ik waar we heel sterk mee te maken hebben in digitale tijden, waarbij dingen zo snel gaan en zo snel veranderen, dat je eigenlijk niet van tevoren kunt zeggen, nou, er is hier sowieso een goede keuze, ik moet er alleen nog even achter komen wat die keuze is. Dus een moreel juiste keuze is bijvoorbeeld in een situatie van nood. Ik zie iemand verdrinken. Ik heb hele mooie, dure kleren gekocht. En denk, nou, ik wil eigenlijk liever die kleren niet verknallen. Dat zou een beetje zonde zijn. Volstrekt evident wat ik moet doen en wat een morele juiste keuze is. Of wat het immorele zou zijn om voor mij hem te doen. Te denken, nou, laat maar. Ik zie niet. Aan de andere kant, de morele juiste keuze in een situatie van razendsnelle digitale onderwijsontwikkeling is niet evident. En in veel situaties is daar geen antwoord op de vraag. Wat dat betekent, denk ik, is dat we vooral moeten gaan kijken naar twee belangrijke deugden die ons zouden kunnen helpen. En dat is dan ook gelijk het einde van de presentatie. En misschien is er dan toch nog ruimte voor een paar vragen. Eentje is bescheidenheid. We weten het vaak niet. En laten we ons daarom ook een beetje kwetsbaar opstellen. Omdat soms ook niet te denken, oh boom, ik doe het toch wel en dit zal dan wel goed zijn. Maar ja, ik probeer ook maar wat. En dat is prima om dat bij onszelf toe te geven. We doen maar wat. En dat kan ook niet anders. Dus soms zullen we ook fouten maken. En vaak is er dus ook geen moreel juiste keuze. Dus het is ook behulpzaam, denk ik, om niet na te denken over de ethiek als een soort van verkeerspoppetje. Die zegt ja, nee. Maar de ethiek is je collega en je medestudenten met wie je daarover kunt sparren. Dat is punt 2. Openheid. Het is het belangrijkste gegeven, hoe gek eigenlijk de ethiek werkt in deze digitale onderwijscontext. Dat je open moet staan en vooral ook soms actief op zoek moet gaan naar perspectieven van anderen. Dus het klopt, er zijn heel veel perspectieven. Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. En dan denk je dat je het goede doet en dan krijg je daar weer kritiek op. Dus wat je moet doen, ga actief op zoek naar die perspectieven. Dus vraag aan studenten, afhankelijk wat je werkcontext is, dat is dan vooral mijn context. Vraag aan studenten, hey, hoe vond je dat eigenlijk dat er die Mentimeter slide in zat die het niet deed? Bijvoorbeeld, puur hypothetisch. Of vraag aan collega's, hey, ben jij eigenlijk al digitaal aan het toetsen en werkt dat voor jou? Kost het je meer tijd of minder tijd? Was het moeilijk om dat onder de knie te krijgen of juist niet? En praat ook met ontwikkelaars. Dus kan het zijn dat degenen die de digitale tools moeten ontwikkelen soms voor een onmogelijke opdracht staan? Dat ze zeggen, ja, het moet en transparant zijn, en de docent moet dingen kunnen veranderen, en voor de student moet het makkelijk zijn. Kan dat überhaupt wel? Dus ga ook daar de dialoog aan. Dat zijn de twee deugden waar ik graag mee zou willen afsluiten. Dank jullie wel. Fleur Jongepier, lieve mensen. In de tussentijd zijn mensen al lekker aan het nadenken over welke vragen ze eigenlijk hebben aan prangende vragen voor jou. Want het was een enorm inspirerend verhaal. Ik heb gisteren nog met iemand gesproken, toevallig van Microsoft, over dat ik het zelf heel ze erg zit overal. Ja. Gek, hè? Ja, ze zitten hier ook echt om naar jou te luisteren. Ja, want ze dachten van, nou, wat gaat zij nou weer zeggen? Toevallig over dat ik zei, ik zou het wel heel tof vinden in alle strijd die ik zelf voer als leerkracht en allerlei andere dingen, om iets met filosofie te gaan doen, omdat ik wel het gevoel heb dat ik dat heel erg mis. En als ik luister naar je verhaal, begrijp ik dat heel erg goed. Je geeft zelf ook les, hè? Wat was jouw grootste worsteling in de stap naar digitaal, of in ieder geval online lesgeven? Grappig genoeg merk ik nu, want ik ben nu begonnen met fysiek onderwijs geven, de meerwaarde die digitaal onderwijs had. Dus ik zie echt de meerwaarde van allebei. Bekend, ik denk bij Zoom, wat ik dan gebruikt heb, dat het vrij bekend is wat de problemen zijn. Veel zwarte schermen vind ik echt heel moeilijk. Dat iedereen op mute staat, dat je echt in stilte een beetje loopt te echoen, vind ik moeilijk. Maar wat mij opvalt aan het fysieke onderwijs is hoe makkelijk het was om studenten in groepjes samen te laten werken. Dus ik heb na een groep van ongeveer 100 studenten, no way dat ik echt goede interactie kan regelen. Terwijl wat ik anders deed is gewoon even een kwartiertje pakken, iedereen met gestructureerde vragen in een digitaal kamertje zetten. Dus dat valt mij nu ook heel erg op. En het andere wat mij opvalt in het fysieke onderwijs is wie zendtijd neemt van mijn studenten. Wie? Wie zendtijd neemt. Dus wat mij opviel bij digitaal onderwijs geven, dat ik heel makkelijk iemand, zonder dat onveilig aanvoelde, van hey, Cecilia, wil jij hierop reageren? Terwijl wat ik nu moet doen, tenzij ik zeg, hey, jij daar met die blauwe trui, wat ik dan soms maar ga doen, wat zo onpersoonlijk is, dat ik dan vraag, hey, wie wil hierop reageren? En over het algemeen zijn dat eerst heel veel mannelijke studenten en de vrouwelijke studenten komen echt pas later.
Dus dat soort dingen merken we. Is dat een veiligheidsvraagstuk? Van ze voelen zich niet veilig weten ook niet. Het geldt niet voor iedereen. Er zijn ontzettend mondige vrouwelijke studenten en heel veel verlegen mannelijke studenten. Maar gewoon on the whole merk ik dat mannelijke studenten mondiger zijn en gewoon sneller denken: oh, ik heb hier wel een antwoord op. Terwijl meer vrouwelijke studenten wat langer willen nadenken. Dus ja, nou goed, die dingen vallen mij zo op. Ja. Vraag uit de zaal. Is er iemand die denkt: nou, ik heb hier eigenlijk gewoon een vraag over? Of was je verhaal dus zodanig duidelijk? Dat kan ook. Ja. Heb jij nog een vraag voor de zaal misschien? Oeh. Die mag je ze pakken, hè? Ik bedoel, meestal als ze mij geen vragen stellen, ze hebben waarschijnlijk wel vragen. Herkennen jullie één of meerdere van die reflexen of struikelblokken? Ik heb dat natuurlijk maar voor jullie lopen invullen. Resoneert dat een beetje? Ik heb dat wel, hoor. Ja, zeker. Handjes omhoog dan zou ik zeggen. Ja, zeker. Okay. Zeker. Oké. Okay. En nog één vraag dan. Helpen die antwoorden een beetje? Okay. Nou, wat ik wel heel lekker vind, om dan toch daarmee af te sluiten, vind ik. Is dat de worsteling waar jij het over hebt, dat het oké is. Om te zeggen van, nou, het is oké om te zeggen. De grote Facebooks en Microsoft en et cetera. Ja, het is oké om te zeggen, ja, zij moeten echt wat beter gaan reguleren en bij hun ligt een heel groot deel van het probleem. En dat ik tegelijkertijd ook zelf dingen moet gaan doen en dat ik daarmee niet hypocriet ben. Ik vind dat, dus daarmee help je me in ieder geval in mijn gevoel als leerkracht ook nog één dag in de week. Fijn. Thank you, shukran. Dankjewel. Dank je wel.